Ja, toen ik Urban Aero begin 2012 op de beurs zag, was het voor mij echt, dit is echt de fiets. Die moet ik hebben. Mijn naam is Wiebe Graafsma. Sinds 2012 heb ik een bakfiets- en transportfietswinkel in Nijmegen. Op een gegeven moment realiseerde ik mij van ja, gezinnen die willen ontzorgd worden. Dus die hebben een tweede vervoersmiddel erbij. Heel veel mensen die doen de auto de deur uit en die gaan een bakfiets erbij kopen. Of die kopen de bakfiets in plaats van de auto zelfs. Volgend jaar ben ik ook 10 jaar bezig. Mijn motto is altijd van die fiets wordt niet in de winkel verkocht, maar die wordt op het schoolplein verkocht. Er is goed nagedacht over die fiets. Het ontwerp van de fiets plus de praktische kant ervan, dat zorgt er ook voor dat het eigenlijk de best lopende fiets op dit moment in mijn bedrijf is. Ja. En je ziet hier in Nijmegen onder andere dus een enorme ontwikkeling van fietspaden. Complete straten die gewoon rood gemaakt worden. Het zijn fietsstraten eigenlijk. Er mogen wel auto's komen, maar auto's zijn eigenlijk onderhevig aan de fietsers. Heel veel urban aero's komen terug na een paar maanden. Het is echt fantastisch om die fiets te hebben. Dat hadden we echt jaren geleden moeten doen. Dus mensen zijn er heel enthousiast over. Mensen worden er heel blij van.